het harde. Hè? Klopt. En ik loop hier naast een speler van Feyenoord. Ja, dat is correct. Maar wie, oh wie, oh wie? Ga je gang. Patrick Pauwe. Verder, kom nou. Wat nog meer dan? Ja, wat nog meer dan? Links of middenveld? Kijk die, kijk die mensen nou aan, die zitten daar. Nog één keer proberen dan. Nou, graag. Ik ben Patrick Pauwe. Wacht even, nu zit ik weer door je heen. Dan wacht je weer even op mij tot ik klaar ben met mijn geleuter. En dan begin jij. Patrick Pauwe voor Feyenoord. Linkspootje. Dit is helemaal niks. Dit lijkt nergens op. Dan zeg je, ik heet die en die, ik ben zo oud en ik speel bij Feyenoord. Zo simpel? Ja, zo simpel, ja. Heb je hem nou? Dan ga ik het even doen. Nou, graag hoor, alsjeblieft. Okay. Komt. Ik ben Patrick Pauwe, ik ben 23 jaar en ik speel bij Feyenoord. Ja! Geweldig. Okay. Dankjewel, Patrick. Graag gedaan. Belangrijk om te weten is ook, heb jij een vriendin getrouwd? Wat? Wat denk je? Ik heb geen benul. Het is nog steeds een vriendin. Jij hebt een vriendin? Ja. Nou, dat is wel leuk om te weten, Patrick. Ja, en hoe heet ze? Suzanne. En ga je met haar trouwen? Ja, wie weet. Wie weet. Oh, nou wordt wat gevraagd, hoor. Suzanne, kijk mee natuurlijk, Suzanne. Daar zit het dik in, Oh, het zit er dik in? Dat ze kijkt, ja. Ja, dat ze kijkt. Maar het zit er ook dik in, inderdaad, dat we dat trouwen. Oh, het zit er dik in? Dat zit er dik in. Nou, gefeliciteerd, Suzanne. Ken jij het lied van Feyenoord al? Nee, nog niet helemaal uit mijn hoofd, denk ik. Nog niet helemaal uit je hoofd? Patrick, ja, kom op. Nou, dan gaan we. Hand in hand, ja. Kameraden, hand in hand, ja. Voor Feyenoord 1, ja, door. Geen woorden, maar daden. Leven Feyenoord 1, en door. Hand in hand, juist, dat is hem. Patrick, waar zijn we hier? Dit is het huis van mijn ouders. Aha. Hier wonen jouw ouders. Zijn ze thuis? Mijn vader is er niet. Hoe heet je moeder? Anjo. Anjo. En heb je een leuke moeder? Dat dacht ik wel. We gaan het zien. Hier is Anjo. Kom binnen. Daar is je moeder. Nou, je hebt inderdaad een leuke moeder, Patrick. Wat gaan we eten? Hardense poten. Hardense poten. Dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Some joy, memories made of this. Zalig. Ja. Forget a small moonbeam. Ik vond hem in orde hoor. Echt in orde. Die hangen zijn poten. Ik vond hem ook wel lekker. Hé, waar was jouw slaapkamer? Die zit helemaal daarboven. Daar? Ja. Helemaal daarboven? Ja, dat is een end. Ja, we hebben hier wel even... Ja, hier die boom, maar ja. Beetje effect. Nou, ja, maar jij bent links, hè? Ja, dan zou dat hier vandaan, moet dat makkelijk kunnen. Makkelijk? Hé? Makkelijk. Nou, gelukkig staat er deze keer niks in de weg. Heb jij toch ineens een bal, Patrick? Ja. Je weet waar het om gaat, hè? Ja, de cirkel moet rond. Die cirkel moet rond. Patrick, daar ben ik! Patrick, kijk nou uit! Ja, het is moeilijk om onder de bal te komen, Harry. Oh, bijna! Patrick, wat doe jij nou? Wat doe je nou? Ja, moet je nou kijken, man? Zal mijn moeder niet leuk vinden? Nee, dat zal je moeder zeker niet leuk vinden. Nee, je moeder zal blij zijn, zeg. Sorry, mevrouw. Het spijt me verschrikkelijk. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Sorry. Als je het maar opruimt. Ja, weg met het weer. Ja. Ja, speelt dan bij Feyenoord en ik kan dan de bal niet liften. Ik word kampioen en ik schiet de ramen stuk. Mevrouw, vandaag lukt het niet meer, maar morgen, en dat beloof ik u, zetten ze een nieuw raam erin. Goed, je moet stiften die bal, want hij moet daar omhoog. Oké, okay? Ik ga weer naar boven en ik wil geen glasgerinkel meer horen nu, hè. Hou nou eens op, koplopertje. Ja, ja, ik weet het. Ik zal het je één keer uitleggen. Je legt die bal neer en je komt onder die bal. Hier, onder die bal schieten. Okay. Dan gaat die omhoog. Nou weet ik het. Onthoud het nou. Okay. Dankjewel. Okay. Ja! 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 Patrick, de cirkel is...